Hey, Bart hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. Wat vind je lekker? Waar smul je van? Maak je smulmenu opdracht 2 in Word. Check de hele training op maakietsmedia.nl/slash Word. Opdracht 2 Smulmenu. Wat vind je lekker? Waar smul je van? Zet 5 zoete producten en 5 hartige snacks op je ideale menukaart. Maak mooie rijtjes en bedenk zelf de prijs. Doen. Formaat. Twee staande A4 bladzijden en op bladzijde 1 moet de titels en het rijtje met zoete producten. En op bladzijde 2 titel 3 hartig en de snacks zeg maar. Alinea, alle regelafstanden staan op dubbel en ik kan nog extra fancy dingen maken met extra. En op het eind gaan we checken of we dat allemaal hebben gedaan. Hoe doe je dat in Word? Ik ga het je nu laten zien. Twee keer A4 om maar eens mee te beginnen. Ik heb hier natuurlijk gewoon één keer A4 als ik naar invoegen ga. En daarna lege pagina heb ik opeens twee lege pagina's. Even ctrl-z. Want wat je ook kan doen is Ctrl-Enter. En dan kan ik dus ook altijd heel veel pagina's door uh, toevoegen. Maar ik heb er twee nodig. En eventjes, hè, als je de filmpjes hebt gekeken, dan weet je dit. Onder start. Een heel speciaal knopje. Dat lijkt een soort uh, Q'tje. En daarmee zie je ook dat ik hier dus een pagina einde heb toegevoegd aan deze bladzij. En dat is uh, super handig. Maar dat ga je later nog wel verder ontdekken. Maar goed, ik heb dus twee pagina's A4 staan. Wat moeten nog meer doen? Een titel: want mijn smulmenu nu maakt deze vet groter en geeft die een kleur, tip ik hier mijn smulmenu. nu. Nou, een beetje inzoomen. Dan maak ik deze even vet. Maak ik die groter. dat staat niet bij hoeveel groter. Dat mag ik zelf weten. Ik doe nog eens even een ander lettertypje. Smule en geef die een kleurtje. Hoppakee, geef ik die. Ah, nou, dit kleurtje. Alright. Nou, titel 2 is zoet. Maak deze ook vet groter. En een andere kleur dan titel 1. Nou, top. Ik ga even deze tekst selecteren. Ctrl C. Dat is dus kopiëren en te enter. enter Ctrl V. En dan heb ik hier mijn smulmenu. Maar dat moet natuurlijk uh, zoet zijn. Nou, wat moest er ook weer anders? Een andere kleur dan titel 1. Nou, dan doen we dus dit selecteren. Doe ik hier een ander kleurtje. Maak daar uh, blauw van of zo. Nou, hoppakee. Gedaan. En Zen zet vijf producten in een rijtje onder elkaar. Opzommingstekens, nummers of bolletjes. En bedragen erachter met een euroteken. En nu komt er even iets heel belangrijks. Want ik wil een netjes rijtje maken. Dus ik heb hier even enter. Ga ik hier even typen. En ik maak hier uh, even een wat normale lettertype van. En ik heb hier bijvoorbeeld vijf zoete dingen. Bijvoorbeeld. Uh... Wafels. Noem eens wat. Het maakt niet zoveel uit. Maar je kan iets kiezen wat je echt uh, lekker vindt. Nou, deze tekst is allemaal dik gedrukt, zie ik. Nou, dat wil ik niet, dus ik doe even zo dik gedrukt. En dan moet ik erachter een geldbedrag verzinnen. En uh, daarvoor moet je natuurlijk een euroteken invoegen. En dat doe je met de rechter alt. Naast het toetsenbord zit alt en er staat alt gr. En dan druk je op 5 en dan krijg je hier een eurotekenen. Maar dat kan je ook doen bij invoegen. Dan heb je hier symbool. En dan staat er hier het euroteken ook vast wel tussen. En het kan ook met Windows V. Dan krijg ik hier zo'n uh, schermpje. En hier krijg ik hier ook uh, symbolen. En hier kan je dus ook gewoon op euroteken of andere symbolen klikken. En dan kan je die gewoon gelijk daar invoegen. Het kan op verschillende manieren. Dus uh, maak hier eventjes uh, het rijtje met eurotekens uh, met bedrag. Maak eventjes af. Nou, ik... Uh, ik bedenk gewoon wat. En wat bedoel ik met netjes rijtje is dat die eurotekens dus netjes uh, onder elkaar staan. Dus niet zeg maar, en nu staat deze daar, daar, daar. Gewoon omdat de slagroomtaart langer is, is dus deze natuurlijk uh, langer. Nou, wat je kan doen is tap indrukken. En tap is het knopje naast de Q. En dan druk ik daar twee keer op. En dan heb ik, oké, okay, zo. En dan maak ik hier een tap van. En weet je nog wat we net op dat knopje drukten? Op pagina einde. Ik ga weer naar start en dan druk ik weer op dat knopje. En wat zie je dan? Nou, als ik op het knopje druk, dan krijg ik hier dus die kuutjes, zeg maar. En dat uh, is eigenlijk, zeg maar, uh, dat zijn uh, enter's. Maar wat ook kan is uh, als ik op tap druk, dan krijg ik hier van die pijltjes. En in plaats van om met de spatiebalk, zeg maar, zo een netjes rijtje te maken, want dat lukt je nooit, het wordt nooit netjes, en het is echt een heel domme manier om dat te doen, kun je dat dus met de tap doen. En uh, nou, door dit knopje aan te zetten, kan ik altijd heel goed controleren of jij tap heb gebruikt. Maar met tap maak je dus een heel netjes rijtje. Maar wat ook kan, ik heb ze weer even teruggehaald. Bij beeld hier zo, kan ik ook een lineaal aanzetten. Een lineaal is gewoon letterlijk uh, de lineaal van Word. En deze kant zit een lineaal, aan deze kant zit een lineaal. En als ik dit allemaal selecteer zo, en dan ga ik hier één keer klik en sleep, dan krijg ik hier zeg maar zo'n uh, zo lijntje. En dan kan ik bewijs van de afstand bepalen waar die bedragen terecht moeten komen. En dat noem je een tablijntje In plaats van dat hij elke keer met vaste sprongetjes... Verder gaat, gaat hij zo op in één keer deze kant op naar de tabmarker, zeg maar. Die ik in uh, de lineaal zo hier heb uh, gezet. Nou, op het T. Het lijstje is klaar. Eurotekens. En het is een netjes lijstje geworden. Wat moeten we nog meer doen? Bladzijde 2. Titel hartig. Maak deze vet groter en een andere kleur dan titel 1 en 2. En dan vijf snacks in een rijtje onder elkaar. Weer met opsommingstekens, nummers of bolletjes. En bedraag erachter met euroteken. Oeh, ik was er één ding vergeten. Ik heb nog geen opsommingstekens ervoor gezet. Wat is dat ook alweer? Nou, ik selecteer dit rijtje hier. En onder start vind je hier bolletjes en, en, en lijntjes en puntjes. En, en nummers. En als ik hierop klik... Dan krijg ik hier allemaal bolletjes en dat zijn opsommingstekens. Als ik bij wijze van nog een zesde zoete ding wil bedenken, dan kan ik dat er zo achter zetten. En dan doet hij daar ook automatisch een bolletje voor. En opsommingstekens maakt dat je rijtjes kan herkennen als rijtje. En het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Je kan ze ook selecteren en dan kiezen voor bewijzen voor um, cijfers. Nou, dit is blijkbaar een andere opmaak. Nou, anyhow, ik kies hier voor bolletjes. Wat ook kan trouwens, is als ik enter doe, dan kan ik er gewoon nog... Uh, makkelijk uh, zeg maar zulke tussen maken. En wat ook kan is op tab drukken. En dan krijg ik hier dus een, uh, noem je lijstniveau. En dan kan je dus dingen onder elkaar zetten. En op die manier nog fancierige lijstjes maken. Maar dat uh, hoeft niet, dat is voor een ander keertje wel. Nou, nu kies ik voor opzommingsbolletjes. En op naar pagina nummer 2. Ik doe eventjes dubbelklik op zoet. Ik doe ctrl-c. En dan doe ik hier Ctrl V, dan plak ik dat eventjes. Maar het moest een andere kleur zijn. Nou, laten we eens eventjes uh, een groen kleurtje doen. En dan ga ik hier een lijstje maken van een paar hartige snacks. Nou, doe ik hier weer de bedragen achter die ik gewoon... Uh, ik vind aan het Alt 5 heel makkelijk. ballen uit... Dat uh, zijn dure dingen. Nou, ik heb nu de bedragen dus getypt. En selecteer ik weer eventjes en in de balk hierboven zet ik eventjes zo'n uh, tapmarker neer, zeg maar. En doe ik hier mijn cursor en dan ga ik in één keer, tap die alle bedragen en de rijtjes netjes naar rechts. En dan netjes in een mooie lijn eronder door. Ga ik deze even selecteren en nou, weet je wat, misschien maak ik hier gewoon uh, getallen van. Het is leuker, hè? omdat het kan. Hartig heb ik gedaan. 5 snacks, opstromingstekens met nummertjes en bedrag erachter met euroteken. Dan Alinea. Alle regelafstanden staan op dubbel. Nou, wat bedoel je nou met regelafstand? De afstand tussen de ene regel en de andere. Hoe doe je dat? Alles selecteren, rechtermuisknop. Klik ik hier op Alinea en dan klik ik hier op 0. En dan zet ik de regelafstand hier op dubbel. Dus deze voor op 0, na op 0. En dan regelafstand dubbel. En dan komt er wat meer ruimte tussen de regels. Dus nog een keertje. Rechtermuisknop Alinea 00. En dan deze op dubbel. En hoppakee, dan heb ik dit zo bij elkaar. Als ik met ctrl even mijn muis wil draaien, dan zoom ik even uit en heb ik ze hier allebei naast elkaar. Ik weet niet of dat op jouw laptopscherm ook kan. Maar op die van mij in ieder geval wel. En zo pak je dat aan. Eerst maar eens even checken of we het echt helemaal klaar zijn. Ik heb hier papier 2 keer A4 staand check. En ik heb hier bladzijde 1 met een titel-smulmenu. Titel 2 en zoet. Ik heb vijf producten, netjes rijtje, regelafstand dubbel en een euroteken. En bij bladzijde 2 heb ik eh, die titel zoet. En ook vijf snacks, netjes rijtje, regelafstand dubbel en een euroteken. Dus dat is helemaal voor elkaar. En smilmenu zoet en... Oh, daar mis ik iets. Huh? Ik heb dat weggehaald net. Snacks. Dat moet er staan. Oh, titel 3 moet hartig zijn. Hartig. Kijk, daarvoor heb je een checklist om goed even te kijken. Hé, hey, heb ik het allemaal goed gedaan? Mijn smeelmenu, zoet en hartig, allemaal een andere kleur, dames en heren. Zo pak je het aan. Nou, eh, ga je voor extra, extra, extra. Dan kun je iets maken zoals dit: extra mooie titel met een, een lichte schaduw eronder. Pagina kleur, pagina rand en extra tekst zoals dit. En dan moet je wel opletten dat je die rijtjes netjes houdt. Maar, dames en heren, zo pak je het aan. Opdracht 2, mijn smulmenu.